Vraag 4, Eileen. Vul deze krantenkop aan. India arresteert Pakistanse puntje op verdenking van spionage. Huh? En ik geef nog een tip. Kap. Kap. Een duif, inderdaad. Ah. Wat? Ik dacht een slechte duivenimitator. Nee, ik deed een duivenmelker na. Ja? Nee, het was inderdaad een duif. Je hebt een eigen website, www.duivenmelkers.com. Kom. Siska, deze Hollandse was de sensatie op het jongste WK atletiek. Ze haalde zilver op de 100 meter en goud op de 200 meter. Haar succes zorgde voor een waar Daphne-effect bij de atletiekclubs in Nederland. Maar wat is haar familienaam? En ik geef nog een tip. Ahoy. Nu dat je dit moet doen, hè? La la la. Ahoy. Jongens. Ik weet het al, hè? Oké. Dat was de tip, hè? Typisch ja, ik weet het al. Ja? Ja, Schippers. Schippers, inderdaad. Nee, ik mailde een schipper. Ja. Met zijn pilsjes of zo? Dat is het roer. Ah, oh, ah oké. Okay. Dat is het roer. Ik dacht twee piemels. Deze... We gaan naar vraag 6. Stan, welke Amerikaanse acteur was in The Running voor de rol van de Terminator, maar haalde het niet omdat de regisseur niet geloofde dat hij een meedogenloze moordenaar kon vertolken? Later bleek de man in het echte leven wel over die capaciteiten te beschikken. Wie is hij? En ik geef nog een tip. Oh nee, een tip weer. Erik, je moet daarmee stoppen met die tips. Dus je wist het, maar nu niet meer? Nee. 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 Alle? Nee. Maar jawel. Mofa. Wat? Nee. Nee, nee, kom. Je weet het niet. Nee. Ja, wie dacht je eerst? Nee. Je dacht niks. Anemone. Zeg maar. Jean-Claude Van Damme. Nee, niet Jean-Claude Van Damme. Nee, die heeft nooit iemand vermoord in het echte leven. Ik heb een tip. Karel. Ah. Ik kan op de naam niet komen. Ik denk die American football player. Die ja. Ik kan op zijn naam niet komen. Oh, fuck. Meen je dat nou waardig? Ja, ik weet het wel. Ik gooi een bal en ik vang hem vol. Ik dacht dat heel goed shoot, trouwens. Ja? Ik kan niet op de naam komen. Simpson. Hoe? Simpson. Ah ja, het is Simpson. Ja, het is niet meer, ja, het is niet meer voor seconden natuurlijk. Ah, nee, oh, dat... Ja, hoe heet de populaire animatiefilm van regisseur George Miller met iets minder agressieve pinguïns in de hoofdrol? En ik geef een tip. Happy Feet? Was het mijn tip die hielp? Nee, ik, ja, nee, nee. Het nee. Was eerder eng, maar... Voor 10 seconden, Siska. Londen staat op 1, Parijs op 3. Maar welke stad staat wereldwijd op 2 in de lijst van de meest bezochte steden voor een citytrip? Ik geef een tip, zoek het ver, heel ver. En ik geef nog een tip. Ja, het was echt een zeer goede tip, hoor. Ik zou New York zeggen, maar... Dat... New York? Ja. Allee, gewoon mijn logisch verstand zegt dan... New York. Dat... Ja. Dat ja, tip. Tip. Ik... Nee, mijn tip. Ja. Nee. Zal... Enfin, ja, jij mag niet meer antwoorden. Kamal. Nou, heb ik schrik, zei Erik. Dus? Huh? Roerschrik? Roer... Dat is een topstad. Ja, in Duitsland. Maar het is verder, hè. Duitsland, Roerschrik in Duitsland. Goeie wijn ook in Roerschrik. Oh. Dat is ik wel curieus naar het antwoord. Kevin. Ja, nog een tip, hè, nog eens. Een tip nog eens doen? Maar, goed, hè. Ja, ik zal proberen, hè. Maar ja, ik heb het nog nooit gedaan. Of zou het het Roergebied zijn? Draai. Had hem niet gewoon een attack? Zoek het ver. Ja, ik dacht ook New York. Nee? Geen, echt geen idee. Nee, ja. Bangkok. Jij noemt dat koken of wat? Ja, roer. Ja, maar ik heb nog nooit in mijn leven gekookt. Hè. Nee, ik roer in mijn soep. Dat is toch koken? Moet het toch in roer? In een soep moet het toch roer? Ik zag je bezig met die type. Mijn eerste gedachte was, dat moet een stad in Mongolië. Nee, ik doe, dit is een bange kok, hè. Ja, Bangkok. Erik. Bangkok. Mm-hmm. Ja. Hoe zou jij dat uitbeelden, Kevin? Ah,
vond een Erik toch beter? Oh, hè, wat... dat is een koker, dat is met mijn vlees. Ja, ja, dat is juist. Ja, ja. Dat is meer met de wok. Ja. Ja, ja, oké. Okay, ja, daar zit toch wel meer in. Ja. Nee. Nou, nu de vraag. Een van de veel voorkomende voetbalblessures is een verrekking of scheur aan de achterdijbeenspieren. Onder welke naam kennen we die spiergroep nog? En de tip is ham. Achterdijbeen, de bil? Nee. Dat is zo'n goede tip. Ken je een tip nog eens? De tip is ham. Die Aster. Tips van u, jongens. Oh. Maar ja. Gemakkelijker kan het. Het is precies blokken. Ja, de grijs. Ja? Ja, quadriceps? Nee. Nee? Nee. Oh. Lucas? De beetspier? Nee, ik... De beetspier keuren we goed. Oh, hamstrings. De hamstrings. Oh, hamstrings. Ja. Ja, dat is nu toch een heel... Heel daar. Vraag 10, we blijven bij jou, Sven. Online reisbureau Expedia deed een rondvraag bij hotelpersoneel. Uit welk land komen volgens hen de meest vervelende toeristen? En ik geef nog een tip. De tips maken het vaak verwarrend. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk Rusland, hè. Maar Rusland, denk je dan? Nee, niet Rusland. En de tip was dan... wat was het? Was het geluid nog moeilijker dan bij Q? Ja. Nee, Stan. Ik zou het ook gezegd hebben. Groot-Brittannië? Nee, Tom. China. Ja. Je had de tip door? Nee, maar ik ga veel op reis. Absoluut waar. Allee, hij gaat met een eten, ja. Ja, die slurpen zo. Slurpen, speken, roepen, tieren, overal tussen zitten met een selfie-stick, 2C vol kakken. Rustig, Tom, rustig. Vreselijk volk. Ja, nee, het mag niet veralgemenen, maar hoeveel zijn ze? 4 miljard, 3 miljard. Zijn aan het drinken. Nee, maar dat is echt opvallend. Dat is echt... En niks leuker dan kaarsjes uitblazen op je verjaardagstaart. Tenminste, als je broer je niet te snel af is. Prachtige beelden. Op welke dag verjaren Wouter de Pre, Raymond van het Groenewoud en Jan de Cler? Het is een speciale dag en ik geef nog een tip. Ghana. Ja, is het 1 april of wat? Nee, niet 1 april. Nee. Stan. Ik dacht dat je iets aan toe was van de nozel kinderen of zo. op kerstdag. Tom. Onze remelvaart. Nee, het was... Tips zijn echt goud waard. Ja, nee, het was Valentijn. Nu moet ik dat jij geleverd. Als je zo doet, pak ik wel de ambulance. Wat was het? Een Valentijn. Nee, ik keek verliefd. Nog eens één keer? Nog één keer. Vraag 9 voor 10 seconden. Stan, wanneer het Amerikaanse leger van plan is om grondtroepen naar het front te sturen, dan hebben ze daar een specifieke uitdrukking voor. Ken je die? En ik geef een tip. Feet on the ground. Nee, nee, dat is niet goed. Nee? Nee. Oh, nee. Nee, dat is niet goed. Nee. Kamal. Boots on the ground? Boots on the ground. Ja. Enfin, ik heb geen boots aan, maar ja, nee. Bedoel, het is... Nee, boots on the ground. En als er veel modder ligt... Ja. Ground on the boots. We gaan naar vraag 11. Kamal, in 1969 zette Apollo 11 voor het eerst mensen op de maan. Neil Armstrong kennen we allemaal, dus dit zou het moment kunnen zijn om te vragen naar... De twee anderen. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin zou kunnen.
Maar ik kies toch voor die derde astronaut. Oh, degene die achterbleef in het moederschip. Ik heb nog een tip. I can feel it coming in the air tonight. Volgens Van Dalen is een tip iets dat mensen vooruit helpen. Kan wel. Goh. Rovers of zoiets? Nee, nee. Nee. Anemoon. Phil Collins. Ja. Phil. Phil Mimeme of Mimeme Collins. Ja. Ja, dat kan ik niet goed rekenen. Stan. Hoe kunt dat niet goed rekenen? Nee. Nee? Meneer Collins? Collins is juist, ja. Oh, nee. Nee. Nee, de regel in de quiz is... Als je de foute voornaam geeft, dan is het fout. Nee, nee, stand is Michael Collins, maar je zei de foute voornaam. En dan trok ik nog een heel raar gezicht, dus ik dacht dat je nog Collins ging zeggen, maar dan zei je Phil. Michael Collins was de derde. Ja, is raar, hè? Laatste vraag voor deze ronde. De geestel der hipsters. Welke Russische tsaar wilde op het einde van de 17e eeuw, zijn land verwesteren en verplichtte daarom alle mannen om hun baard af te scheren? En ik geef nog een tip. Wat deed je nu? Een tip. Is dat een tip? Ja. Het staat op je type, maar dat is geen tip. Jawel. Bekende tsaren. Tsaar plafond. Ja, dat was niet zo'n goede tip. Anne. De grote, blablabla de grote. Ja, tsaar de grote. Ah ja, een voornaam moet zijn naam hebben. Ja. Ja, maar de grote is al juist. Ik zeg Kalishnikov de grote, maar dat kan niet. Geen idee? Ivanov de grote. Dat is een goede gok, maar het is... Had je kunnen... Nee, het is hem niet. Stefanie. Alexander. Nee, Peter de grote. Peter de grote. Natuurlijk. Ja, dat is toch een bekende zaak. Ja, Peter de grote. Piotr de grote. Ja, Het nieuws uit Zonhoven. Zonhoven. Het stond zelfs in de krant. Dertiger treitert buurman met puntje geluiden. Met welke geluiden treiterde die dertiger zijn buurman? En ik geef een tip. Koemelken of zo. Met welke geluiden? Ah ja, met melkgeluiden. Allee, zo. Ja. Ja, zo, koegeluiden. Goeie koegeluiden, ja, inderdaad. Koegeluiden. Ja. Ja, ik moest eigenlijk een koegeluid nadoen, maar ik kan dat niet zo goed. Kun jij een koe nadoen? Maar nee. Nee, dat is, nee? Nee, dat is, nee, dat is moeilijk, hè. Anne, kun jij dat? Kamal, de Oxford Dictionaries kiezen, net zoals ze dat bij Van Dalen ook doen, elk jaar een woord van het jaar. Dit jaar was er veel om te doen, omdat het woord van het jaar namelijk geen woord is. Wat is het dan wel? En ik geef een tip. Zijn wij, Erik? Ja. Ja, het was een tip. Ja. Een selfie of zo? Nee, nee, nee. Nee, nee, het is geen woord, hè. Anne. Het is een emoticon. Klopt. En namelijk die... Enfin, de emoticon, dat was het juiste antwoord. De emoji die huilt van het lachen. Dat is het populairste en dat is verkozen tot woord van het jaar. Wat wel raar is natuurlijk. Hè. Je ziet hem hier. Word of the year. Ja. Wat doet die eigenlijk? Ik vraag me af, en ik ben lang niet de enige, hoe vult die zijn dagen? Over wie heeft Bart de Wever het? Met andere woorden, wie is onze federale staatssecretaris voor buitenlandse handel? En ik geef nog een tip. Het is een tip, hè. Jawel, ik weet het wel. Wacht, hè. Theo Frank. Stap. Ding is... Ja. Nee? Ja, nee. Gaat de beurt naar Siska. Pieter de Krem. Pieter de Krem, ja. Dat was die een tip. Ja, creme. Likken aan de creme. Creme. Oh. Ja. Vandaag goeie. Ja. Ja. Welke Italiaanse kaas is ook een klein paardje? Dat is een woordspelletje, hè? Een klein paardje. Welke Italiaanse kaas is ook een klein paardje? Parmezaan. 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 Nee, nee, nee. Stan, welke Italiaanse kaas is ook een klein paardje? Gorgonponi? Ik heb bijna. Tom. Moet ik dat nu raar? Ja. Ja? Tom.
Hoe Tom. Klein paardje. Ja, dat is het spel, hè. Dat is het spel, hè. Na de twee komt niet. Jij hebt er nog altijd niet. Paard mezaantje? Nee. Nee? Mascarpone. In 1969 zette Apollo 11 voor het eerst mensen op de maan. Neil Armstrong kennen we allemaal, dus dit zou het moment kunnen zijn om te vragen naar... De twee anderen. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin zou kunnen. Maar ik kies toch voor die derde astronaut. Oh, degene die achterbleef in het moederschip. Ik heb nog een tip. I can feel it coming in the air tonight. Volgens Van Dalen is een tip iets dat mensen vooruit helpt. Kom wel. Goh. Rovers of zoiets? Nee, nee. Animal. Phil Collins. Ja. Phil. Phil Mimeme of Mimeme Collins. Ja. Ja, dat kan ik niet goed rekenen. Stan. Hoe kunt dat niet goed rekenen? Nee. Nee. Meneer Collins? Collins is juist, ja. Allee! Nee, de regel in de quiz is, als je de foute voornaam geeft, dan is het fout. Nee, nee, stand is Michael Collins, maar je zei de foute voornaam. En dan trok ik nog een heel raar gezicht, dus ik dacht dat je nog Collins ging zeggen, maar dan zei hij Phil. Michael Collins was de derde. Ja, dat is raar, hè? Laatste vraag voor deze ronde. De geestel der hipsters. Welke Russische tsaar wilde op het einde van de 17e eeuw, zijn land verwesteren en verplichtte daarom alle mannen om hun baard af te scheren? En ik geef nog een tip. Wat deed je nu? Een tip. Is dat een tip? Ja. Je staat op je type, maar dat is geen tip. Jawel. Bekende tsaren. Tsaar plafond. Ik weet het, de bekende tsaar plafond. Ja, dat was niet zo'n goede tip. Anne. De grote, de grote. Ja, tsaar de grote. Ah ja, een voornaam moet zijn naam hebben. Ja, maar de grote is al juist. Ik ging zeggen Kalishnikov de grote, maar dat kan niet. Geen idee? Ivanov de Grote. Dat is een goede gok, maar het is... Had je kunnen... Nee, het is hem niet. Stefanie. Alexander. Nee, Peter de Grote. Peter de Grote. Ja, ja, dat is toch een bekende zaak. Ja. Ja, Peter Piotr, de Grote. Piotr de Grote. Ja. Vraag 4, Elin. Vul deze krantenkop aan. India arresteert Pakistaanse puntje op verdenking van spionage. Huh? En ik geef nog een tip. Kap. Kap. Een duif, inderdaad. Ah. Wat? Ik dacht een slechte duivenimitator. Nee, ik deed een duivenmelker na. Ja? Nee, het was inderdaad een duif. Je hebt een eigen website, www.duivenmelkers.com. Kom. Siska, deze Hollandse was de sensatie op het jongste WK atletiek. Ze haalde zilver op de 100 meter en goud op de 200 meter. Haar succes zorgde voor een waar Daphne-effect bij de atletiekclubs in Nederland. Maar wat is haar familienaam? En ik geef nog een tip. Ahoy. Nu dat je dit moet doen, hè? La, la, la. Ahoy. Kom maar eens. Ik weet het al, hè. Okay. Dat was de tip, hè? Typisch ja, ik weet het al. Ja? Ja, Schippers. Schippers, inderdaad. Nee, ik mailde een schipper. Ja. Met zijn pilsjes of zo? Dat is het roer. Dat is het roer. Ja. Ik dacht twee piemels. Deze... We gaan naar vraag 6. Stan, welke Amerikaanse acteur was in The Running voor de rol van de Terminator, maar haalde het niet omdat de regisseur niet geloofde dat hij een meedogenloze moordenaar kon vertolken? Later bleek de man in het echte leven wel over die capaciteiten te beschikken. Wie is hij? En ik geef nog een tip. Oh nee, een tip weer. Erik, je moet daarmee stoppen met die tips. Dus je wist het, maar nu niet meer? Nee. 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 Alle? Nee. Maar jawel. Ja.
Moffat. Nee. Nee, nee, kom. Je weet het niet. Nee. Ja, wie dacht je eerst? Nee. Je dacht niks. Anemone. Zeg maar. Jean-Claude Van Damme. Nee, niet Jean-Claude Van Damme. Nee, die heeft nooit iemand vermoord in Techtelheuvel. Ik weet niet, maar die een tipse. Karel. Ah. Ja, ik kan op de naam niet komen. Ik denk die American football player. Die ja. Ik kan op zijn naam niet komen. Oh, fuck. Ja, ja, ik weet het wel. Ja, ja. Ik gooi een bal en ik vang hem vol. Ik dacht dat hij een kindje ging. Ja? Ik kan niet op de naam komen. Simpson. Hoe? Simpson. Ah ja, oké. Simpson. Ja, dat is niet meer voor seconden natuurlijk. Ja, hoe heet de populaire animatiefilm van regisseur George Miller met iets minder agressieve pinguïns in de hoofdrol? En ik geef een tip. Happy Feet? Was het mijn tip die hielp? Nee, ik, ja, nee, nee. Het nee. Was eerder eng, maar... Voor 10 seconden, Siska. Londen staat op 1, Parijs op 3. Maar welke stad staat wereldwijd op 2 in de lijst van de meest bezochte steden voor een citytrip? Ik geef een tip, zoek het ver, heel ver. En ik geef nog een tip. Ja, het was echt een zeer goede tip, hoor. Ik zou New York zeggen, maar... Dat... New York? Ja. Allee, gewoon mijn logisch verstand zegt dan... New dat York. Dat... Ja. Dat ja, dat tip. Tip. Nee, mijn tip. Ja. Nee. Zal... Enfin, ja, jij mag niet meer antwoorden. Kamal. Nee, wie schrik ze, Erik. Dus? Huh? Roerschrik? Roer. Dat is een topstad. Ja, in Duitsland. Maar het is verder, hè. Duitsland. Roerschrik in Duitsland. Goeie wijn ook in Roerschrik. Oh. Dat is ik wel curieus naar het antwoord. Kevin. Ja, nog een tip, hè, nog eens. Een tip nog eens doen? Maar, goed, hè. Ja, ik zal proberen, hè. Maar ja, ik heb het nog nooit gedaan. Of zou het het Roergebied zijn? Draai. Heeft hem niet gewoon een attack? Zoek het ver. Ja, ik dacht ook New York. Nee? Geen, echt geen idee. Nee, ja. Bangkok. Jij noemt dat koken of wat? Ja, roer. Ja, maar ik heb nog nooit in mijn leven gekookt. Hè. Nee, ik roer in mijn soep. Dat is toch koken? Moet het toch in roer? In een soep moet het toch roeren? Ik zag je bezig met die type. Mijn eerste gedachte was, dat moet een stad in Mongolië. Ja, nee, ja, Disney, het mag niet veralgemenen, maar hoeveel zijn ze? 4 miljard, 3 miljard. Zijn aan het aandrinken. Oh, nee, maar dat is echt opvallend. Dat is echt... En niks leuker dan kaarsjes uitblazen op je verjaardagstaart. Tenminste, als je broer je niet te snel af is. Prachtige beelden. Op welke dag verjaren Wouter de Pre, Raymond van het Groene Woud en Jan de Cler? Het is een speciale dag en ik geef nog een tip. Ghana. Ja, is het 1 april of wat? Nee, niet 1 april. Nee. Stan. Ik dacht dat je iets aan toe was van de nozel kinderen of zo. op kerstdag. Tom. Onze Remelvaart. Nee, het was... Tips zijn echt goud waard. Ja, nee, het was Valentijn. Hoe moeilijk dat jij geleverd. Als je zo doet, pak je niet wel de ambulance. Wat was het? Valentijn? Nee, ik keek verliefd. Verliefd. Nog eens één keer. Nog één keer. Vraag 9 voor 10 seconden. Stan, wanneer het Amerikaanse leger van plan is om grondtroepen naar het front te sturen, dan hebben ze daar een specifieke uitdrukking voor. Ken je die? Ik geef een tip. Feet on the ground. Nee, nee, dat is niet goed. Nee? Nee. Oh, nee. Nee, dat is niet goed. Nee. Kamal. Boots on the ground? Boots on the ground. Ja. Enfin, ik heb geen boots aan, maar ja, nee. Bedoel, het is... Nee, boots on the ground. En als er veel modder ligt?
Ja. Ground on the boots. We gaan naar vraag 11. Kamal. Nee, ik doe, dit is een bange kok, hè? Bange ja, kok. Bangkok. Mm-hmm. Ja. Hoe zou jij dat uitbeelden, Kevin? Ik vond de Erik toch beter? Oh, dat is toch koken, dat is met mijn vlees. Ja, ja, dat is juist, ja, ja, dat is meer met de wok. Ja. Ja, ja, oké, okay, dat kan ook. Wel meer in. Ja. Nee. Nou, nu de vraag. Een van de veel voorkomende voetbalblessures is een verrekking of scheur aan de achterdijbeenspieren. Onder welke naam kennen we die spiergroep nog? En de tip is ham. Achterdijbeen, de bil? Nee. Dat is zo'n goede tip. Kun je een tip nog eens doen? De tip is ham. Die Aster. Tips van mijn jongens. Oh. Maar ja, gemakkelijker kan het. Het is precies blokken. Ja, de grijs. Ja? Ja, quadriceps? Nee. Nee? Nee. Oh. Lucas? De beetspier? Nee, ik... De beetspier keuren we goed. Oh, hamstrings. De hamstrings. Oh, hamstrings. Ja. Ja, dat is nu toch een heel, heel daar. Ja, dat moet even. Vraag 10, we blijven bij jou, Sven. Online reisbureau Expedia deed een rondvraag bij hotelpersoneel. Uit welk land komen volgens hen de meest vervelende toeristen? En ik geef nog een tip. De tips maken het vaak verwarrend. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk Rusland, hè. Maar Rusland, denk je dan? Nee, niet Rusland. En de tip was dan... wat was het? Was het geluid nog moeilijker dan bij Q? Ja. Nee, Stan. Ik zou het ook gezegd hebben. Groot-Brittannië? Nee, Tom. China. Ja. Je had de tip door? Nee, maar ik ga veel op reis. Absoluut waar. Allee, ja, met een eten. Ja, ja, die slurpen zo. Slurpen, speken, roepen, tieren, overal tussen zitten met een selfie stick, 2C vol kakken. Rustig, Tom, rustig. Vreselijk volk.